Waarom deze filmpjes? Omdat ik jullie op een leuke manier in een hele korte tijd iets leuks wil bijbrengen over mijn favoriete onderwerp, kunst. Nou, en omdat het merendeel van mijn kunst op de site Cornelius Collection modern en hedendaagse kunst is, wil ik ook hierbij beginnen. En ik denk dat ik voor velen nu al een misverstand de wereld uit ga helpen, want de moderne kunst begint al eind 19e eeuw. En dat is eigenlijk, om precies te zijn, 1874. Het was de eerste groepstentoonstelling van een groepje kunstenaars. Die wijkte een beetje af van wat men tot dan toe eigenlijk gewend was, namelijk het realisme. Dus dat is het zo waarheidsgetrouw mogelijk iets op je doek zien te krijgen. En wat deden deze impressionisten? De schaduwen klopten niet. Wat een normaal zwarte schaduw is, dat werd met kleur aangegeven. En ze hadden hele korte verfstreekjes. En het leek helemaal niet meer op wat het moest zijn. Dus eigenlijk ook in die tijd werden ze helemaal niet enthousiast ontvangen. Maar werd het meer als een groepje rare kunstenaars gezien die hun eigen ding deden. En werd dus de impressionisme werd ook eigenlijk meer als een soort scheldnaam aan ze toebedeeld. Wat ze dus eigenlijk precies deden. Voorheen werden er hele belangrijke thema's aangehaald. En zij schilderden eigenlijk gewoon alleen wat ze zien. Dus dat kon zijn een trein die aankomt op een treinstation of wat ze buiten zien. Nou, daarmee komen we eigenlijk al op het volgende hele belangrijke punt. Want wat was er nou zo mooi ook voor de impressionisme? De uitvinding van de verftube. Voorheen moesten kunstenaars altijd in hun atelier met pigmenten aan de slag en moest de verf in het atelier gemengd worden. En anders moesten ze hele karrevrachten spullen meeslepen. Maar door de verftube konden ze heel simpel alles in een tasje en konden ze buiten gaan zitten met hun ezel. En dus alles op dat moment, die ondergaande zon, in 6 minuten vastleggen. Dus dat is eigenlijk een beetje ook een beetje de kern van het impressionisme. Wat eigenlijk ook nog wel grappig is om te weten, maar daar zullen de meesten ook wel een beetje van op de hoogte zijn, is dat de doeken nu van bijvoorbeeld een Monet of een Manet of Renoir of Degas, die gaan tegenwoordig voor miljoenen gaan ze van eigenaar tot eigenaar. En dat is of via de veiling of via de handel. Dus eigenlijk kunnen we wel vaststellen dat dat hele groepje met eigenzinnige kunstenaars toch niet zo heel gek was als dat we in eerste instantie dachten.